Goedenavond, we zijn hier aanwezig op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty 2018. U bent een van de hoofdsponsors, meen ik echt. Leg eens uit, wat houdt dat precies in, de sponsoring? Voor ons is de sponsoring dat we dus zeg maar de schoonheidswereld kunnen en mogen ondersteunen. En dat willen we heel graag doen zeg maar, door middel van onze producten Medic 8. Onze slogan is eigenlijk de mensen nog mooier maken dan dat ze al zijn. En ik denk dat dat hier heel goed tot zijn recht komt. En waarom, waarom heeft u beslist om Miss Wellness Beauty te sponsoren? Nou, we hebben dat gedaan omdat we het heel mooi vonden dat het een B2B concept was. Dus het zijn allemaal schoonheidsspecialisten die zich eigenlijk de kandidaat stellen voor schoonheid, voor zeg maar Miss Beauty, Miss Wellness te worden. En dat was voor ons wel interessant om te zeggen, kijk, wij gaan daarin mee, wij gaan dat gedeelte sponsoren. En hoe heeft u deze avond al beleefd? Wat vindt u ervan? Ja, ik vond de organisatie heel erg goed. Ik vond ook de dames die zich hebben voorgesteld, vond dat het heel goed allemaal is gegaan. De entourage, de locatie is prachtig. Dus ja, ik moet alleen maar zeggen een dikke 10. Meer kan ik niet meer geven. De sponsoring, zijn ook pakketten? Of wat houdt het precies in wat de finalisten gaan zien? Ja goed, wat we willen aanbieden is natuurlijk voor de mensen die deelnemen een pakket. Dus ze krijgen een pakket aangeboden. En wat ik toen straks eigenlijk al zei aan de presentatie, is dat we de mensen, als ze dat graag willen, het ook kunnen ervaren. Dus met ons een afspraak kunnen maken, of wij bieden het aan, dat ze een behandeling kunnen voelen. En daarnaast vinden we het heel leuk als we natuurlijk de groep kunnen trainen van, god, wat houdt Medic 8 in? Wat kun je er allemaal mee? En hoe kun je je onderscheiden in je salon? En dat, dat vinden we belangrijk. Hoe lang sponsort u het al? Is het de eerste keer? Of? Ja, dit gebeuren is voor ons de eerste keer. En voor ons is het ook nieuw en we zijn ook in afwachting wat het gaat geven. Heel spannend, heel veel succes en bedankt voor het interview. Graag gedaan.